So I want to talk to you today about the future. And that's why so many are calling for a great reset. I see the need for a great reset. We will have not less, we will have more globalization. In the coming decades, AI and biotechnology will give us God-like abilities. Goedendag allemaal weer, hartelijk welkom bij een aflevering van Het Gesprek. Vandaag heb ik aan tafel Sietske Bergsma, voor velen waarschijnlijk geen onbekende. Ik ken haar sinds ik haar podcast volg vanuit Berlijn. En tot mijn grote verrassing kwam ze toen naar Enkhuizen en bij mij in de buurt wonen. En hebben we regelmatig samen gezellig een glaasje wijn gedronken. Ja. En ook een paar keer een bakje met de Bijbel opgenomen. Ook dat nog, over de Bijbel gesproken en over allerlei actualiteiten gesproken. En ik ben blij dat ze vandaag zomaar eens bij mij aan tafel zit. Ja. Na alle verhuisperikelen en dergelijke. Enkhuizen heeft ze verlaten. Hoe kan dat nou toch? Dat is wel jammer, maar ik kon natuurlijk niet alleen maar voor jou blijven. Nee, je bent naar Jan Benning gegaan. Ja, sorry. Ik ben wel een beetje jaloers eigenlijk. Ik heb toch voor Jan gekozen. Ja. Nee, dat is puur toeval geweest. Maar dat is, dit vertrek was eigenlijk onvermijdelijk op den duur. Vanwege de toekomst van de kinderen die ik toch ergens anders voor me zag. In iets meer, op een gegeven moment iets meer uitdagingen en iets meer, ook voor mezelf misschien wel anders. Ja, wie weet. Dat ik toch te ver van het leven in het centrum van Nederland. Ja. Ik rijd heel Nederland door, dus ik vind je heus alweer een keertje terug, ook daar in de plek waar je nu woont. Je bent hartelijk welkom. Ja, kom maar een keertje langs. Wie weet. Ja. En ik ken jou in ieder geval ook als de vroegere oprichter van Moederhart. Dat is iets wat natuurlijk enorm aansprak. In mij in ieder geval. Want ik denk, Moederhart is een term die maakt iedereen toch wakker, of niet? We komen allemaal onder het moederhart vandaan. Hè? Ja, zou je zeggen. De Bijbel zegt dat het hart zijn de oorsprongen van het leven. Mm. Nou, een moederhart, daar begint het allemaal met een baby. Waarom ben je daarmee begonnen toen? Dat is in maart van 2021 opgericht door mij en twee andere vrouwen, Isa Kriens en Nadia Duinker. Mm-hmm. En die naam hadden we inderdaad samen bedacht. Overigens wel nadat we al weken met veel andere vrouwen vanuit allerlei segmenten hoor, van de maatschappij. Vrouwen die ik nog helemaal niet kende of die al bijvoorbeeld bij andere verenigingen waren aangesloten, als Vrouwen voor Vrijheid bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar ze kwamen eigenlijk overal vandaan. En mailden ons of via Twitter kwamen ze tot ons van we moeten iets doen, want we zien die lockdowns en de kinderen zitten thuis en de mondkapjes moeten op als ze naar school gaan. Die testen worden gedaan, wanneer houdt dit op? Waar is onze macht, waar is onze invloed nog op dit moment? Vrouwen gingen merken dat ze dus worden aangekeken door andere vrouwen of ouders in het algemeen. Dat ging natuurlijk ook over vaders. Hè? Maar goed, de moeder werd hier even een speciaal plekje gegeven, omdat wij dachten van wij kunnen misschien als met ons talent of als vrouwen om elkaar een beetje te vinden een rol van teken spelen. Maar wij zagen dus bekritiseerd, dat we kritiek hadden. Dat met scheve ogen werd gekeken als zei van ik heb dat in Berlijn dus heel even een tijdje meegemaakt. Toen woonde ik nog, begin van de coronacrisis woonde ik in Berlijn nog. Als je dan tegen een leerkracht zei van ik vind het onzin dat mijn zoontje toen nog zes een mondkapje op moet in de klas. Waarom? We mogen dat alle. Jeder mag dat. We moeten dat machen. Ja? Die strijd, hoe lang moet ik het elke dag gaan doen? En dan ben je dan toch wel een soort van compromissen zoeken en zo. Dan maar. Thuishouden is ook weer zoiets. Dus ik denk, dit kan natuurlijk niet zo. Toen naar Nederland dus inderdaad. Dus iedereen had eigenlijk al zo'n verhaal van het gevecht, de strijd met school. En Moederhart was dus echt dus als stichting bedoeld om dus achter de, dus buiten de schoolgebouw om een bepaalde daad te kunnen tonen. Invloed, dus via brieven, wel van voer een dialoog. Probeer mensen te informeren. Probeer niet met
een woede of een wat dan ook, maar echt probeer productief of constructief, bedoel ik eigenlijk, de dialoog aan te gaan. En dat lukte soms bij scholen wel en vaak ook niet. Maar dat was eigenlijk de bedoeling daarvan. Maar dus dat was heel erg één op één, dus voor iedereen, dus met elkaar. Maar ook in de media werd het opgepikt als een beweging. Hè? De moederhartbeweging, dus dat wil je natuurlijk ook dat gebeurt. Maar dat was dermate negatief. En dat negatief dat waarin? Nou ja, dus dat het werd weggezet inderdaad als het extreemrechtse. Het extreemrechtse misbruik maken van het moedergevoel eigenlijk voor andere doeleinden. Zo werd het een beetje gebracht. Hè. Dus het was heel vooral egoïstisch. Hè. Dat was dan het verwijt. Dat wij egoïstisch waren. En dat had dan te maken dat wij natuurlijk alleen maar keken naar onze eigen kinderen en niet naar de samenleving als geheel. Ja, want dat vergeten we nog wel eens. Ja, dus die 2 jaar draaide natuurlijk alleen maar om dat we solidair moesten zijn met vreemden eigenlijk. Hè? Ja, vooral met ouderen. Hè? Met ouderen, dus met vreemden. En dat is natuurlijk, er is niks mis met solidair zijn met vreemden. Hè? Want daar is ook een groot deel van onze sociale wetgeving op gebaseerd. En daar ben ik helemaal niet tegen. Hè? Je moet een basissolidariteit inbouwen in de samenleving via wetgeving en belastingen. Maar dit ging zo extreem ver dat er dus bepaalde groepen moesten worden geofferd voor het grotere verhaal. Dat waren dus vooral de kinderen in mijn ogen, voor de ouderen. Hè. Dus de ouderen moesten beschermd worden, de kwetsbaren. En die kinderen, die konden dan tegen een stootje, werd er gezegd. Dus ga maar testen, doe maar een mondkap op. En gaandeweg kwamen de testen en de onderzoeken, onderzoeken naar boven, dat de schade inderdaad heel groot was bij kinderen. Dus mentaal, geestelijk, maar ook fysieke schade, dus astma, dus ook maar huidproblemen door die mondkapjes, hoofdpijn. Er zijn grootschalig onderzoek gedaan, met name in Duitsland, die dat uitwijzen dat merendeel van de kinderen dus hele ernstige bijwerkingen kregen, alleen al van die maatregelen. Dus laat staan nog van de vaccinaties vanaf 12 jaar. Ja. Maar goed, daar gaan we het vandaag niet over hebben. Maar het was voor heel veel vrouwen in ieder geval duidelijk, moeders, dus dat er iets heel naargeestigs aan de hand was. Iets wat eigenlijk indruist tegen wat een gezonde samenleving is, die kinderen juist beschermt, hè? In plaats van de ouderen. Hè? Het zou mooi zijn als het altijd allebei kon, maar het idee dat mensen op hoge leeftijd, dat die centraal zouden moeten staan in de samenleving, dat vond ik al een heel, vond ik echt een teken eigenlijk van een verval van ethiek en moraal. En die zien we helaas ook op andere terreinen. Ethiek en moraal, dat begon toen, dat is nog niet over natuurlijk. Ik wil niet een hele grote stap maken, maar... Nee, zeker niet. Het verval van ethiek en moraal is nog niet voorbij. Nee, ik denk ook niet dat de coronatijd het begin was van dat verval. Ik denk dat dat meer een symptoom was eigenlijk van iets waar we al langer in zitten. Nou, waar zie jij het begin? Oh jee. Misschien wel heel erg. Ik heb een keer een boek van Kieneringen gelezen, de archeologie van het kwaad. Die begint al heel erg vroeg. Ja, klopt, natuurlijk. Ja. Dan moet je eerst definiëren van wat is het eigenlijk de kern van dat verval. En dat zou ik dan in dit geval toch het verlies van autonomie van mensen, het verlies van individualiteit. Ik heb jarenlang gehoord toen ik studeerde, dus de samenleving wordt veel te individualistisch. Dat vond ik toen ook. Maar dat bedoel ik misschien niet met individueel. Ik bedoel dus op individuele kracht, zeg maar, een standpunt innemen en je tot een mening komen en zo. Dat zag je in corona, dus dat helemaal er niet was eigenlijk. Dus het zelf beoordelen van gebeurtenissen, van feiten, het wegen, zeg maar, van verschillende belangen. Het onderzoek doen naar... dus naar die maatregelen. Nee, de vrijheid van meningsuiting was het eerste wat sneuvelde. Ja, dat kan niet ineens in 2 jaar zijn ontstaan. Dus waar is dat dan inderdaad begonnen? Nou, ik denk dat de Nederlandse samenleving, maar ook zeker de Duitse, waar ik woonde 5 jaar. Ja, gewoon heel erg een... de plek heeft ingenomen van de kerk, hè, van een soort van de...
van de beschermer eigenlijk. Dus de vaderstaat, hè, dus de moederstaat kun je ook zeggen, moedertje staat. Die je vertelt via de televisiezenders hoe het met het land gaat en hoe het met jou gaat. En als er instructies worden gegeven, dan moet je die opvolgen. Dat lijkt wel een beetje, zeg maar, als je zegt, wij zijn dat soort dingen nou begonnen, maar dat lijkt wel een beetje begin 20e eeuw, 1900, in Rusland, waar Marx en Engels... Linkse, je kunt eigenlijk alles terugleiden tot linkse politiek. Ja. En daar kunnen we het ook heel een uur over hebben, van wat is dat dan, wat is dat nu nog? Ja, ik vind het geen termen meer eigenlijk, links en rechts. Het slaat nergens meer op, hè? Nee. Dus zeker dus de linkse sociaaldemocratie is natuurlijk een belangrijke aanwijsbare factor. Dus het uitkeringen, mensen pemperen, wiegt tot het graf. En dus afhankelijk maken. Wiegt en afhankelijk maken. En dat doet dus ook iets met de mensen, hun geestelijke toestand en hun weerbaarheid, denk ik. Dat zie je toch wel heel duidelijk. Weet je, ik heb wel eens van Marx en Engels dan met name gelezen dat ze propageerden de individuele vrijheid voor iedereen. En dus ook bijvoorbeeld feministisch. Hè, vrouwen moesten gelijkwaardig worden aan mannen. Maar dat betekende wel dat ze vervolgens ook net zoveel als mannen in de fabriek zaten. En dat staat de kinderen helemaal opvoeden. Ja, het is eigenlijk een hele knappe truc die ze hebben uitgehaald. Hè? Ja. Met vrouwen onder het mom van bevrijding en gelijkheid. Ja. En dat is nu helemaal natuurlijk weer aan de hand, maar op een, dus een marxistische manier, maar dan met andere middelen en met andere woorden. Maar die emancipatie van vrouwen, de gelijkheid, het gelijke inkomen wat wij moeten hebben, en gaat het heel veel over vrouwen die onbetaald werk doen, dat is oneerlijk en zo, weet je, dat soort hele kortzichtige manieren van kijken naar gelijkheid en ongelijkheid. Maar inderdaad, het opjagen van vrouwen is ze de fabriek injagen. In dit geval is dat natuurlijk nu het kantoorgebouw waar je dus met twee jonge kindjes de hele dag kopietjes mag maken voor de baas. Hè? Of bij de gemeente mag werken. Er is niks mis met dat werk. Maar dat is wat Nederlandse vrouwen wordt geleerd. Breng je kinderen naar de crèche vanaf 6 maanden of eerder zelfs vaak. Waar een andere moeder, die ook kinderen heeft ergens anders... Ja. Betaald voor ze mag zorgen. En jij betaald wordt. En het salaris wat jij verdient gaat dan naar die crash. Dus niemand heeft elkaars eigen kinderen overdag. Maar we hebben elkaars kinderen. Maar allemaal uit elkaar gehaald. Het atomiseren noem ik dat dan maar even. Van de gemeenschap. Hè? Dus iedereen zit op zijn eigen eilandje. Inderdaad geld te verdienen. Of zijn bijdrage te leveren. Dat is op zekere manier natuurlijk wel zo. Maar ik heb dat ook gedaan. Nou, toen verdiende ik geld. En dan ging dat inderdaad voor 60% ging dat naar de crash. Ja. Ja, dan en dan word je dus geleerd via andere vrouwen ook. Hè? Want dat is ook een soort narratief wat er is gecreëerd hè, onder vrouwen. Van ja, maar je werkt omdat je het leuk vindt. Ja. Ja, je krijgt er wel inkomen in en dat betaal je dan, dat geef je dan allemaal weg. Maar daar gaat niet om, je gaat toch niet thuis zitten met een baby. Je bent gelijkwaardig. Je draait mee en dat is dan je passie of zo. Hè? Dus dan doe je werk en dat is dan je passie. Dan denk ik, nou is dat zo? Ja, ik weet het niet. Ik heb daar wel van gemerkt, ik heb met mijn tweede kind ook echt veel meer thuis gezeten. In de speeltuin en dan zie je ook wel dat veel vrouwen dat ook wel echt doen. En daar ook heel veel genoeg voldoening uithalen, maar het is wel een taboe om daar echt volop voor te kiezen, nog steeds. Om echt moeder te zijn, met een moederhart. Met een moederhart, of in ieder geval in die belangrijke jaren, want ik ben absoluut ook voor dat je als vrouw je talent ontwikkelt. En ik heb ook gestudeerd, ik ga niet, mijn studie heb ik niet voor niets gedaan, hè, met een studieschuld en alles, ik wil daar ook natuurlijk mijn economische of anderszins bijdrage leveren dan alleen maar aan het gezin. Maar het is nu wel echt zo dat de staat zich opwerpt als, neem een stapje verder, dus van die kinderen, die zijn eigenlijk
niet van jou. Die heb je natuurlijk wel voor het weekend en zo, om leuke dingen mee te gaan doen. Maar wat er op school gebeurt en wat er op de crash gebeurt en wat ze ingespoten moeten krijgen en wat voor, zeg ik even zo, mijn kinderen hebben ook vaccinaties gehad hoor. In ieder geval tot voor kort. Maar het idee dus dat het allemaal, wat het beste is voor het kind, wordt steeds meer bepaald, vind ik, door de overheid. Ja. Ja. Je noemde daarnet het wegvallen van de kerken. De secularisatie speelt daar natuurlijk ook een grote rol in, denk ik. Ja. Waar halen onze normen, waar halen onze waarden vandaan? Wat is de basis van onze moraal eigenlijk? Hè? Ja. Wat is goed, wat is slecht? Waarom zou een moeder die 2 jaar op haar kinderen past, die eerste 2 jaar na de geboorte van haar kind besteedt aan de opvoeding van haar kind? Ja. Niet eens opvoeding, maar gewoon de zorg. Ja, zorg, ja. Dus dat je de band met je kind krijgt, ja. Dus de eerste 2 jaar, dat voelde ik heel sterk, dat niemand anders dat beter zou kunnen in feite. Nee. Dus dat, de ontwikkelingspsychologie is natuurlijk ook heel erg bekend, dat je tot 2 jaar bindt een kind zich voornamelijk en heel sterk aan de moeder, niet dat de vader daar buiten staat. Mm-hmm. Maar na die tijd begint de vader steeds meer een rol te krijgen om... Ik heb dat verschil heel erg ervaren inderdaad. En nog steeds, mijn kinderen zijn nu 9 en 11. En de manier waarop mijn man emotioneel met hun is en ik, is heel anders. Ik kan op afstand denken, oh jee, gaat het goed. Dus dan ben ik niet fysiek bij ze, maar dan denk ik aan alsof dan... En hij heeft dat veel minder. Dus het is... die connectie die vrouwen hebben met hun kind is veel intuïtiever en sterker tot latere leeftijd dus, denk ik. En een man is gewoon een praktische oplossing en natuurlijk houdt hij even veel van ze, maar het is een soort meer een... Anders. Ja, zeker. Het heeft letterlijk onder jouw hart gezeten, hè? Ja. Ja. Je had al 9 maanden lang contact met je kind. Je man mag hem af en toe aan de buitenkant voelen, neem ik aan. Laten we niet te intiem worden, maar bedoel dat. Maar hij kan er niet aankomen. Ja. Bij jou leeft het van binnen. Ja, zeker. Dus ik denk dat verschil er is. En dat daarom ook die maatschappelijke discussie over mannen met ouderschapsverlof. En die moeten ook steeds vaker in het begin van de kraamtijd er ook zijn. Nou, geen enkele vrouw wil dat. Ga weg, ga lekker werken. Ja. Je wil wel hulp natuurlijk, begin. Zeker, want alles is nieuw, zeker met je eerste kind. Maar het idee dat die mannen met buggies en pampers in de speeltuin willen zitten met een baby, is niet waar. En het is gewoon een... Dat je daarin ziet ook die gelijkheidsdrang en dwang. Dat niet alleen vrouwen dus moeten werken zoals mannen, maar dat mannen ook moeten zijn zoals vrouwen. Ja. En je ziet dat in Scandinavische landen, ook weer heel veel onderzoek naar gedaan, dat je dan juist de tegenovergestelde uitwerking krijgt. Dus hoe meer dat gestimuleerd wordt, dat vrouwen mannen dingen doen en mannen vrouwen dingen doen, is dat ze veel meer steeds meer gaan kiezen juist voor hele polaire, zeg maar, beroepen. Dus dat ze juist met vrouwen dingen gaan doen en juist mannen dingen gaan doen, als een soort van reactie. Ja, misschien toch ook wel omdat sommige dingen meer bij mannen en sommige dingen meer bij vrouwen passen. Zou dat goed willen? Zeker, ja. Zonder dat te veralgemeniseren, maar er zijn toch gewoon gave talenten en dingen die een vrouw kan, die een man absoluut niet kan. Ja, Jordan Peterson heeft daar ook weer over gezegd, het is die Canadese psycholoog, van hoe meer je de culturele verschillen verkleint tussen mannen en vrouwen, dus cultureel, dus hoe we naar elkaar kijken, hoe groter de biologische verschillen zichtbaar worden. Daar kreeg hij heel vaak verbaasde reacties op. Wat zeg je nou? Dat kan niet. Dat is wel zo. We leven nu in een tijd waarin die cultuur wordt volledig vervlakt. Er wordt helemaal een soort van gelijkgeschakelde identiteiten. En wat ik al zei, dat die atomen die wij dan zijn of zo. En iedereen moet hetzelfde worden. Dat creëert dus juist een soort tegenreactie van dat vrouwen, bepaalde vrouwen, juist vrouwelijker worden en mannen, bepaalde mannen, juist mannelijker worden. Nou ja, ik hoop dat in ieder geval gebeurt meer.
Dat zou mooi zijn. Dat zou helpen. Dan moeten wel die atomen ook elkaar weer ergens vinden, hè, in een gezin. Hè. Ik bedoel, atomen, ja. Vroeger leerde ik, maar dat is al lang achterhaald natuurlijk, maar dat is echt ondeelbaar, het allerkleinste deeltje. Mm. Niet eens meer een stof, niet eens meer... Hè, nee. De molecuul was het kleinste deeltje van een stof wat op zichzelf bestond, maar dezelfde eigenschappen bleef houden. Zo leerde ik dat. Ja. Zo. En zo zou je bij een gezin ook kunnen zeggen, van een gezin is een soort van molecuul die de eigenschappen van een gezin houdt. Maar het wordt heel atomair gemaakt in onze samenleving. Het wordt als losse deeltjes gezien. En waarbij elke atoom zijn eigen zelf nog gedeeld wordt. Hè. Maar we moeten het niet helemaal fysisch gaan maken. Maar de identiteit verdwijnt een beetje. Mm-hmm. Of weet je de identiteit van iets zijn in een groter geheel. Ja. Die identiteit. Dat vond ik ook mooi. Want jij zei daar iets laatst over volgens mij. Hè. Die uitzending van Ongehoord Nederland had jij het over. Als iedereen zichzelf kan zijn... Ja. Is niemand meer zichzelf. Nee, dat vond ik een heel mooie uitspraak. Ja. Dus dat wordt dus nu heel erg gepredikt, hè, door D66 en door die Pride-beweging en jezelf zijn en jezelf zijn en jezelf zijn. Ja. Oké, maar dat dus ontdaan van allerlei ballast van verantwoordelijkheden of zo, denk ik dan. Precies wat ze bedoelen. Maar je gaat kinderen dus niet meer vertellen wie ze zijn of ze opvoeden zoals ze zijn. Je zou ze volgens de staat, hè? De keuze moet geven om te onderzoeken wie ze zijn. Ja, maar dus echt heel erg op het lichaamsniveau. Ja. Niet op het geestelijke. Dus het soort van, je draagt vooral een jurkje of doe vooral... Dat is wat je krijgt. Dat is althans de politieke lading die het heeft gekregen. Dus is dat kinderen zichzelf moeten kunnen zijn. En zichzelf moeten, dus het gaat dan over hun gender kiezen en... en hun geaardheid. Ik bedoel, dat gaat dus al vanaf basisschool, hebben ze het daar dan al over? Heel vroeg al, hè? Waar kinderen echt nog lang toe zijn. Nee, dat spreekt me er echt niet over. Mijn kinderen, en toen ik kind was ook, weet ik nog wel. Maar dan begin je, als je 4, 5 jaar bent, begin je even doktertje te spelen. En dan onderzoek je wat het verschil zijn. Dat doe je zelf. Ja. Maar er hoeft niemand op school te vertellen van, hé, jij ziet daar nou wel een piemeltje, maar is dat wel een jongetje dan? Weet je dat wel zeker? En hoe weet je dat dan? En hebben alle jongens piemeltjes? En wat is eigenlijk een vrouw? Ze maken er een heel verhaal omheen, wat het helemaal niet is voor een kind. Maar waarom? Wat zit daarachter? Oh jee. Ja. Wat zit erachter? Het is onderdeel van een grotere beweging. Ja, dus ik heb er vaak discussies met mensen over, is het nou een beweging of een agenda? Dus een agenda is dus dat je zegt, van het heeft een politieke bron, hè, het heeft een... agenda is een bewuste kwaadwilligheid. Ja, het is door mensen in een vergadering besloten, zullen we maar zeggen. Hè, maar die bronnen vind je wel. Dus je hebt de VN-agenda, Sustainable Development Goals. En één daarvan is dus ook gendergelijkheid. Vrouwenrechten pakken ze daar ook aan, maar het zit allemaal een beetje in diezelfde verzameling van gelijkheid tussen vrouw en man. Maar dat wordt dus ook steeds meer gelijkheid tussen hetero's en anderen. Nou ja, weet je, en dan krijg je dus vanzelf ook dat alfabet dat mensen wel kennen, LHBTQ, en dan worden er meer letters aan toegevoegd. En dat gaat dus over emancipatie van mensen die niet heteronormatief zijn. Dus dat, de agenda, dat staat letterlijk in die stukken van zowel de VN, het WEF heeft daar ook stukken over. Het WHO heeft er ook bepaalde agenda's voor gemaakt. Van, dit is het doel, dit wordt de voorlichting die wij geven aan kinderen. Dus dat staat er ook. Het mag niet heteronormatief. Heteronormatief is het probleem wat zij zien. En we moeten dus naar een andere norm, of überhaupt geen norm. Dat is eigenlijk het streven. Dus dat is de agenda. Maar dan heb je ook nog de beweging. Dat is denk ik meer hoe de maatschappij daar dus op reageert. En hoe daar dus een gat wordt gevuld, denk ik, bij jongeren. Die dus inderdaad dat zichzelf vinden, aangrijpen. Om dit dus dan als de oplossing te zien. Zij zien dat er wel als een... Een oplossing van wat? Nou ja, kijk, het is heel, als je 16 bent of 12 zelfs, of 20 of 25, dan ben je op zoek naar wie je bent natuurlijk. Ja, vroeger dan... was je een bepaalde muziek of dan... Je werd zelfstandig, hè? Ja.
De wereld is groter dan jezelf. In jezelf, ja. Dus dan werd je jezelf door wat je ging studeren en uiteindelijk door je beroep en misschien ook waar je woonde, je bepaalde status die je had van je ouders. Ook je ontwikkeling natuurlijk. Ja, ja, tuurlijk. Je ontdekt ook mannen, verschil tussen mannen en vrouwen, dat is natuurlijk altijd al zo geweest. En nu is dat dus... Ik blijf integreren vinden waarom. Waarom moet dat weg? Waarom mag dat niet meer op die manier, maar moeten we eigenlijk een soort gelijkschakeling hebben waarbij niemand meer echt mag weten of kan weten wie die is? Ja, nou, dat is dan meer de beweging, dat is het transhumanisme, denk ik. Het weggaan van het menselijke, wat inert dus een ballast is. Hè? Een mens zijn is heel zwaar, denk ik. Hè? Dus ik bedoel... Dat proberen die linkse, met name binnen het communisme, natuurlijk al eeuwen een soort op te heffen, daar een oplossing voor te vinden. Hè? Van dat werken op het land en dan toch arm zijn en de ongelijkheid en mensen met veel geld en mensen met weinig geld. Dat kan niet, we moeten daar een daad tegenover stellen. Hè? Dus voor... Een systeem maken waarin iedereen dichterbij een hoger weten komt, weet je wel? Waarin iedereen verlost wordt van die last. Ja, ik weet niet of ik het wel goed samenvat, maar communisme is eigenlijk natuurlijk een vreselijk donkere ideologie. Vind ik wel, ja. Die eigenlijk, als je het mij heel persoonlijk vraagt, meer gaat over resentiment en een hekel hebben aan het feit dat een mens juist zich kan overtreffen. Een mens kan zichzelf, daar heb jij vast een mooie woord voor, een beetje bijbelser misschien, maar ontstijgen. Dus kan dat leed juist ontstijgen door acceptatie daarvan. Dus door acceptatie van een lot, dat je dus sterfelijk bent en dat je kinderen iets kan gebeuren en dat je honger kunt lijden en zo. En als je in staat bent om dat te doen, dan leef je in als mens in de mensheid, denk ik. Hè? Het liefst met dan God in mijn ogen als je begeleider of je vertrouwen, zeg maar, in die mensheid. En dat is, denk ik, met de dood van God sinds Nietzsche, zeg maar dan, hebben mensen eens gezocht naar een andere weg. Dus dat is het transhumanisme gaandeweg geworden van, dat zijn de, hoe heet die ook weer, die filosofen als Rutger Bregman en de Hararis, die spreken over... You're going to do it better than God. You're going to do it better than God, ja. En die dus echt een soort onsterfelijkheid nastreven via dus die AI, maar ook... digitaliseren. Maar ook de onsterfelijkheid gewoon zien in het spelen voor God, denk ik. Ja. En dat is wat ik onze leiders zie doen in de wereld. Onze westerse leiders zie doen. Dat is ook waarom ik geen haat voel voor mensen als Poetin bijvoorbeeld. Die het vast ook allemaal niet altijd even goed heeft bedoeld misschien. Maar wel spreekt over ons in het Westen als een beschaving in verval. Slachtoffers van een ideologie. Die hij vanuit zijn verleden uitstekend kent natuurlijk. Ja, dus ik verzand meestal met mensen als ik het hierover heb in, is het nou een agenda of is het nou een, dit is gewoon overgewaaid uit Amerika, dat hoor ik ook heel vaak. Die pride dingen, die woke dingen, daar hebben we het dan over. Ja. Dat is overgewaaid, dat is een trend. Ik zeg, het is geen trend, het is een anti-trend. Een trend is niet iets wat de normaliteit wil overnemen. Een trend zit in het normale. Gaat er dan weer uit. Ja. Ja, maar dit is een aanval echt op alles, eigenlijk alle gewoon betekenis van woorden ook. Ja, dus om één voorbeeld te geven, dus dan nu heten mensen zoals ik, zijn dan nu onderdeel van de anti-gender beweging. Dus ik moet je eens even voorstellen, dus je hebt de gender beweging dan, dat zijn dan mensen die zeggen, ja, je kunt alle genders worden die je wil. En als je dan zegt, ja, er zijn maar twee genders en we vinden dit een gevaarlijke ontwikkelingen en het komt te dicht bij de kinderen, weet je wel. Prima wat je zelf in je privé doet, maar dit heeft niks met kinderen te maken, het mag niks met kinderen te maken. Dan ben je anti-gender. Nu maken jullie een truc. Het is allemaal een truc.
Het is een woke is een woorden, nog niet een spel, maar een woordending. Hè? Ja, ons wordt geleerd natuurlijk om toch maar Orwell er nog eens even bij te halen, een soort nieuwspraak aan te halen. Ja. Waardoor het is echt zo. Het gebeurt echt. Ja, ja. Onder onze ogen. Ja. Er zijn dingen onzichtbaar geworden. Ja, onzichtbaar, ja. Nee, onzichtbaar. Onzichtbaar en onzichtbaar ook. Onzichtbaar want? De woorden hebben de plaats ingenomen van de werkelijkheid, zeg ik dan maar even. Dus bijvoorbeeld democratie, hè? Ja. Daar heeft Sigrid Kaag het alsmaar over hier. We moeten de democratie beschermen, of als je AIVD-rapport leest. Want, dit en dat, de rechtsstaat. Maar denk ik, alles waar zij democratie aan koppelen, in een context, is allemaal door juist vrijheid van meningsuiting te beperken. Voor de democratie. Democratie is het volgende van het heersende narratief. Ja, precies. Bepaald door de overheid. Dus het is tegenovergestelde gaan betekenen eigenlijk. Dus, dat zag je ook bij de consensus. Ja, de consensus over klimaat. De consensus over corona. De experts. Het is geen democratie. Dat is dus een totalitair, zo noem ik het dan maar even. Zo interessant eigenlijk, hè? Totalitaire systemen, want het woord zegt, de totaliteit zit al in het woord. Ja. Het is gewoon zo. Dit is een democratie, ook al mag je niks meer. Je mag er niets van afwijken en je mag er niks tegenin brengen. Nee, klopt. En binnen die grenzen ben je vrij, ja. Maar het is al een hele, hele beperkte vrijheid geworden. Ja. Ja, en ik zie dat echt als misschien wel, ja, het is heel erg om opgesloten te worden natuurlijk, wat in de DDR gebeurde met mensen, met dissidenten. Maar ik vind de sluwheid van deze tijden, de kwaadaardigheid zit hem heel erg in die sluwheid, vind ik heel, heel naar om mee te maken. Omdat je ziet hoe mensen om je heen dus hun woordenschat eigenlijk moeten gaan aanpassen aan een realiteit, zeg maar. Dus, ja, dus 2+2=5. Hè? Als je maar vaak genoeg als overheid dat zegt en burgers nemen het over, dan ben je onvrij. Dan ben je dus eigenlijk al gevangen genomen. Je kunt niet meer zeggen wat je ziet of wat je meemaakt. Want het is allemaal. Het is het voorbeeld uit 1984. Hè? Ja, dan kan je twee vingers en twee vingers. Ja. Hoeveel is het? Vier. Hoeveel is het? Vier. Vijf. Nee, ik zie dat je het niet meent, maar je moet het geloven. Ja, maar het is, ja. En dat is. Ja, de boeren moeten weg, hè, voor de natuur. Ja. Voor het stikstof. En ik op de weg hierheen hoorde ik het alweer vaak op de radio. Luister jij nog radio? Alleen in de auto. Oh. Ja. Ik heb in jou zitten luisteren onderweg. Ja. En je moest je huiswerk doen. Ja, ik moest een beetje huiswerk doen. Dus, wat luister je dan, de Wakkies of zo? Ja, dit keer heb ik een interview gehoord van 2 jaar geleden bij de Nieuwe Wereld. Dat je had over. Toen het pas begon over moeders. Ja. Dat was niet mijn beste interview, vond ik. Nee, vond ik ook niet. Nee, hoor. Nee, ja, dat zeg ik van mezelf. Nee, maar dat is wel. Maar dat ligt niet aan jou natuurlijk, toch? Nee. Alleen van andere mensen. Ja. Maar ondertussen zitten we natuurlijk wel. Nee, ik ben heel kritisch hoor op mezelf. Ja. Nee, dat moet je ook blijven. Ja. Dat ben ik, geloof ik, meestal ook wel. En kijk uit wat je zegt en doet en sta erachter. Ja. Maar we worden wel, daar willen we toch nog eventjes door, een soort van systeem in gefurmeld, dat wel heel erg lijkt op dat marxisme. Ik bedoel, we noemen het tegenwoordig ook wel neomarxisme, maar het gaat nog een stap verder, hè, met dat transhumanisme. Ja. Dehumanisering, zou ik zeggen. Het is niet een verheffen, het is niet progressief, maar het is. Het is materialisme. Ja. Zuiver materialisme. 100%. Ja. Ja. Terwijl ik denk vanuit mijn overtuiging en mijn geloof, wat jij toch ook deelde, zeker. Zoals ik weet, is dat wij humaan, menselijk geschapen zijn naar het beeld van onze schepper en dus creatief mogen zijn net als hij is. Ieder mens, ja. Ieder mens, ja zeker. Mm. En juist die het dwingen in die mal, die mensen dehumaniseert, die maakt vooral, wat ik zie althans, bij kinderen enorm. Ook bij volwassenen hoor, die weten het dikwijls ook niet meer. Mm-hmm. Ik zie om mij heen zoveel jeugd en kinderen in grote verwarring. Die gewoon niet meer houvast hebben, weten wie ze zijn. En ouders durven het ook niet meer te zeggen, want die mogen het niet zeggen, want die moeten.
moeten democratisch opvoeden. Ja, precies. Die moeten vrienden zijn met hun kinderen. Ja, ja. Ja, dat had ik vroeger. Vroeger bestond dat ook al hoor. Dat waren al die vriendinnetjes die noemden hun ouders dan bij de voornaam. En wij zijn vrienden. Ja, dokter Spock zei dat vroeger al, maar dat was nog redelijk onschuldig. Ja, dat was nog redelijk onschuldig. Ja. Alhoewel, wie weet, is hij er wel mee begonnen. Hè? Was het een voorbode? Ja, dus we hebben dat boek gelezen van. Ben ik even naam kwijt? Over het opvoeden. Ja. Ben je een beetje de auteur of niet? Nou, dan moet ik even kijken hoor. Ja, ik ben ook even. Nee, maar dat is, daar, het wordt natuurlijk geen boekbespreking, maar. Rob Lemaire. Rob Lemaire, ja, leuk, interessant en belangrijk werk, denk ik. Het moet nog uitkomen, volgens mij. Met Blauwe Tijger. Bij de Blauwe Tijger. Ik heb het mogen proeflezen. En, wat vond je ervan? Ja, ik vond het heel leuk. Het was gebaseerd eigenlijk op het werk van Peterson, dus 12 Rules of Life, maar dan 12 regels voor het opvoeden of zo. Ja, daar komt hij op, ja zeker. Ja, en het spreekt me aan omdat hij het heeft over eigen kinderen of ouders die uit hun eigen kindtoestand moeten raken om te kunnen opvoeden. En dat is volgens mij heel belangrijk. Weer een autoriteit bouwen. Ja, het is autoriteit. Het gaat eigenlijk over autoriteit durven tonen. Ja. En het is hartstikke moeilijk, want ja, dan worden kinderen wel eens, dan gaan ze natuurlijk tegengas geven, dat geeft strijd en zo, maar ja, dat moet dan. Maar dat is toch altijd bij richting geven, denk ik. Ja, ja. Nou, autoriteit, hij omschrijft dat wel hoor, maar dat wordt heel gauw verward met autoritair en autoriteit. Maar dat zijn twee verschillende dingen. Hè? Mm-hmm. Autoritair is ik zou zeggen, onze huidige overheid is autoritair. Ja. En die bepaalt en daar mag je niet van afwijken. Daar moeten we niet naartoe. Mm-hmm. Maar ik zou willen dat wij ook in onze overheid mensen hadden met autoriteit. Nou, echte autoriteit is iets wat je verdient. Wat je verdient en krijgt. Van mensen onder je. Precies. Het moet je gegeven zijn. Ja. Volgens mij zegt hij dat ook in het boek ergens. Maar dus de kinderen geven jou op een gegeven moment die autoriteit. En zullen dus ook dingen doen uit zichzelf. Hè, zonder dat je heel veel hoeft te zeggen. Hè, want opvoeden is vaak heel veel herhalen. Weet ik ook. Je wordt er soms moedeloos van. Maar het is, als het goed is. Als je het goed doet. Dan weet ze op een gegeven moment. Oh, maar als ik dit ga doen nu. Dan weet ik wat er gaat gebeuren. Dus ik doe. Dus dan heb je autoriteit op dat moment over. Een deel van hun leven, zeg maar. Wat ze mogen eten bijvoorbeeld. Hè? Ja. Ze mogen voor mij absoluut geen Red Bull kopen en zo. Dus als ik je daar ooit mee zie, dan... Gebeurt er iets feest. Dan gebeurt er iets. Maar dan weten ze ook dat er iets gebeurt. Ja. Ja. Ja, en ik had ook altijd een regel, al vanaf dat ze heel klein waren, en dat kan ik iedereen aanbevelen, is dat je als je nee zegt tegen een kind, dat het nooit ja wordt. Nee. Dat is eigenlijk het meest makkelijke wat je zelf kan aanleren. Dus dan zeg je, mag ik een ijsje? Nee. En dan denk ik zelf misschien 10 minuten later, ja, eigenlijk heb ik zelf ook wel zin in een ijsje. Maar ja, ik heb nu al nee gezegd. Dus ik ga niet van gedachten veranderen. En dat is iets heel kleins, maar dan heb je nooit die, ja, maar. Dus nee, bij onze regel thuis, nee blijft nee. Ja, dus tenzij natuurlijk, dat ik een hele grote inschattingsfout of zo, maar dat is zo fijn. Dat geeft zoveel ruimte in je relatie van, om het over andere dingen te hebben. Ja, wij hadden toen, voordat we kinderen kregen, hebben we het erover gehad zelfs. En dat deed niet iedereen, maar wij zeiden, wat is ons principe, ons leidmotief, zeg maar. Nou, dat is zo consequent mogelijk en onvoorwaardelijk liefde. Ja, die twee dingen wel. Ja, consequent, ja. Zo consequent mogelijk. Daar hebben kinderen heel veel profijt van. Die willen niet in onzekerheid zitten. Oh nee. Nee, dat klopt, ja. Wat vindt mama, wat vindt papa, wat moet ik doen? Maar wat is goed, waar gaan we heen? En dan, kijk, naarmate ze meer volwassen worden, mogen ze daar wel een stukje inbrenging in hebben. Maar dat betekent niet dat. Kijk, uiteindelijk geef je ze over en dan zeg je, nou ben je volwassen. Ja. En dan ben je een autoriteit in jezelf. Mm-hmm. Maar daar moet je ze wel naartoe brengen. Ja. En als je ze niet leidt. Ja, dan krijg je van die schreeuwers in de supermarkt die gillen dat ze een ijsje krijgen en dat uiteindelijk dan ook krijgen, weet je wel. Ja, ja. En niemand mag meer een tik op de billen geven. Daar kwam ik tegen in dat boekje, een tik op de billen. Ik denk, daar wordt het toch gecensureerd. Oei, ja. Het haalt heel erg vast. Zoals ze met alles tegenwoordig doen, ze halen er één dingetje uit. Ja. Uit de rechtsliteratuur of zoiets. Ik weet niet of dat nog een term is, maar dan halen ze dat eruit, ja. Kindermishandeling. Nou ja, ik heb een collega. Een predikant gehad die ooit in een preek heeft gezegd dat het helemaal niet zo fout was om kinderen een tik op de billen te geven. En die zat zomaar een paar dagen vast.
Ja. Ja, wat is een tik? Ja, nee, ik zou ze geen pijn doen. Nee, geen pijn doen. Nee, nee. Ik zou nooit mijn kinderen. Ik kan een kind slaan en een kind pijn doen. Ja. Maar een tik geven, zodat hij de trap op rent. Gewoon even zo. Ja, het is wel eens gebeurd. Nee, mee, hoor. Nee. Maar je hoeft ze geen pijn te doen. Nee, ja, ze hebben het één keer. Ja, ze kunnen er ook zelf. Als ze, ja, ze kunnen er zelf ook om lachen. Ze gaan dan lachen. Ja. Dat vind ik misschien wel. Ik weet niet of dat een goed teken is of niet. Maar als mijn man dan bijvoorbeeld in die neiging voelt of zo, om dan echt een soort even, dan gaan ze al lachen. Ze vinden het komisch dat wij dan zo eigenlijk uit onze rol komen. Ja, maar wij gebruiken gewoon veel woorden thuis. Ja. En dan nu zijn we echt, pas op. Nu gaat het helemaal mis. Nou gaat het mis, ja. Nou goed, even terug daarvan, dat ik denk dat dehumanisering, of in ieder geval de gelijkschakeling begint op scholen en bij kinderen. En dat als we niks doen, want dat is eigenlijk in feite mijn diepste beweegreden om hier te zitten elke dag. Ja, ja, ja. Als we niks doen, krijgen we dadelijk de maatschappij die ze, wie dat dan ook zijn, maar zeg maar Harari enzovoort willen. Zeker, ook omdat ze een soort wizardry verspreiden over het Westen. Ze zijn eigenlijk een soort van wizards, tovenaars, kinderen of zo. Met hun woordjes en een, weet je wel, van jezelf zijn we het ook wel. Dat is het transhumanisme, zit er vol mee. Dus door te blijven praten, denk ik dat je die toverspreuk kunt doorbreken. Je moet waarheid blijven spreken. Absoluut. Echt waarheid. Absoluut. Dat is de echte gelijkschakelaar trouwens. Ja. Als je mensen gelijk wil maken, dan moet je ze de waarheid leren spreken. Want daar iedereen is gelijk in de waarheid. Ja. Toch? Uiteindelijk. Ja, zeker. Ja. Dus of je nou inderdaad in een achterbuurt woont of in een villawijk. Je kunt de waarheid allebei kennen. En daarmee jezelf. Dat is het enige wat volgens mij ons echt bindt. Als mensen. Ik kom net vanmorgen, voordat wij dit gesprek voeren, om 11 uur 's morgens, maar om 9 uur ben ik nog op bezoek geweest bij Woestijn Bijbelsin in de gevangenis in Lelystad. Ja. De man zit al 27 jaar vast. Hij heeft al 3 keer de kans gehad om vrij te komen als hij maar ergens tekende dat hij schuldig was of dat hij de staat niet zou aanklagen en dat soort dingen. Vanmorgen ook weer zit iemand bij van justitie en die zegt, ja, maar als we nou dit doen en dat doen, dan kan je toch ongemerkt weggaan. En dan zegt hij, ik ben hier onterecht vastgehouden, ik ben door de voordeur binnengekomen en ik ga door de voordeur uit. En u spreekt met iemand die de waarheid blijft spreken, al 27 jaar. Mm-hmm. Hij zegt van, zij denken dat ze mij gevangen hebben gezet, maar zij zitten gevangen in hun eigen leugen. In de waarheid is een gevangene eigenlijk meer of het minst gelijk aan welke rechten of minister-president of wie dan ook. Waarheid. Ja, daar kan iemand je niet in opsluiten uiteindelijk. Nee. Maar dat vereist natuurlijk wel heel veel moed om daar zo in te blijven. 27 jaar. Ja. Zijn vrouw en zijn kinderen niet gezien, kleinkind. Ik snap het hoor, ik vind het heel moeilijk, maar ik denk ook van, ik vind het ook raar, goed, dat zijn de details van de zaak, maar we kennen in Nederland helemaal niet de plea bargain of de schuldbekentenis met een strafvermindering. Maar goed, dat verbaast me een beetje. Ja. Nee, maar ze proberen natuurlijk, maar goed, het is niet over de uitzending, maar ze proberen op allerlei manieren hem kwijt te raken zonder dat meneer Erdogan erg boos wordt. Precies. Ze willen een politiek statement eigenlijk. Zeker. Oh, ja. Erdogan weet weer dingen van mensen hier en die gaat hij vrijgeven als ze tegen zijn zin met de Bijbelzin vrijlaten. Dus daar zie je hoe er een netwerk van leugens door onze overheid heen geweven is. Ja. Ik kan niet zeggen dat iedereen daarbij betrokken is, maar we houden het wel met elkaar in stand. We durven daar ook geen waarheid in te zoeken. Ja, en die last is heel oneerlijk verdeeld, denk ik, dat er te weinig mensen zijn die de waarheid spreken. En dan wordt het ook steeds moeilijker voor meer mensen. Dus je moet die last wel verdelen. Dat zeg ik ook altijd. Meer mensen. Ze kunnen niet. Hè, als je kijkt naar al die coronademonstranten die er waren, die door Amsterdam liepen. Ze kunnen niet al die mensen arresteren. Ze kunnen niet al die mensen het zwijgen opleggen. Dus dat is belangrijk. Maar wel een paar hele enge voorbeelden doen. Die zeker. En dan sluiten ze 2 weken op. Dat hebben ze in Duitsland ook gedaan met. De hoofd van de queerdenkenbeweging, ja, Michael, links en achter hem, Halbeck. Sorry, ik weet het niet. Maar die heeft heel lang vastgezeten in voorarrest, ja.
Dus dat, is, dat doen ze wel, ja. En die microbioloog, hoe heet die, Sugarit Bhakti, hebben ze ook voor de rechter gehaald voor uitspraken. Ik bedoel, ja, woorden, ja. Voor woorden, hè. Kijk maar hier, Willem Engel bijvoorbeeld, die had toch ook gewoon vastgezet op kloten. Wat heeft die man voor kwaad gedaan? Ja. Ik heb hem niet op tafel gehad, gewoon een lieve man. Ja, nee, geen criterium, nee. Dus hoe gevaarlijk je bent. Ja, dus het is heel, heel naar. Waarheid blijven spreken, dat is het wel. Maar goed, het wordt wel, we worden misschien nog niet allemaal opgesloten, zoals in de DDR ooit, maar we worden wel gedemoniseerd mentaal opgesloten. Ja, daarom zei ik ook die sluwheid vind ik er zo naar. Ja. Hè? Dus het is niet, zijn geen muren en prikkeldraad en duidelijke regels en wetten waar je overheen, die je kunt overtreden, waardoor je wordt opgehaald. Weet je, ik zeg maar wat, dus wat in de DDR gebeurde, dat het daar ook heel erg arbitrair ging, hoor. En via klikken en zo, en informele informanten en zo. Maar hier is het spelletje veel geraffineerder met echt massapsychologie, hè? Dus wat Matthias de Smet ook heeft uitgelegd, hoe ze proberen om mensen via angst en crisis en eigenlijk het vermoeiende van de geesten, mentaal mensen uitputten en om die waarheidsdrang of die, ja, dat eigenlijk te vermorzelen langzaamaan. Het heeft toch geen zin en zo, weet je wel. En ik vind dat, ja, je ziet het nu ook wel gebeuren bij veel mensen, hoor. Na de coronatijd denk je, ja, nou, ik weet het, nou weet ik het wel. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. Het is overtuigend en klaar. Ja, maar ik heb het nooit gezien als een coronatijd ding. Het is meer een hoe wil ik leven ding. Hoe wil ik leven in deze wereld met deze overheid, weet je wel, als mens. Ik denk ook wel dat die transhumanistische agenda, dat een test is eigenlijk voor... Waar is die mens eigenlijk voor uitgemaakt? Zijn wij voldoende bezield om dit te winnen? Ik denk het wel. Maar dat wordt een grote proef, denk je niet? Ja. Want wat ze proberen, het is eigenlijk een grote test. Of je dus mensen volledig kunt atomiseren, automatiseren. Dus in die 15-minute cities en ze eten geven, weet je wel. Proteïne en weet je wel, dus en verduurzamen en zo min mogelijk ruimte innemen en al die dingen die ze willen. Dus intensieve menshouderij. Zeg maar. Dus alle mensheid, ja, dat is niet mijn eigen verzinsel. Mooi. Dus alle menselijkheid eruit halen. Ja. Dus, dus het toeval bijvoorbeeld, of gewoon het vallen en opstaan, het jezelf verwezenlijken, dat soort dingen. De vrolijkheid, het lachen, de vrolijkheid, plezier, het joy of vivre, ja. In een auto stappen en gewoon ergens heen gaan. Ja, mensen, ja, vrij. Iets creëren, dat soort dingen. Dat vinden ze verschrikkelijk. Ja. Als mensen iets gaan creëren, dan weten we niet wat eruit komt. Nee. Zij weten wel waar ze naartoe willen. Ze moeten niet creëren, maar produceren. Nee, we moeten de hele boel helemaal uittekenen. En daar moeten we naartoe. Ja, dus dat. Maar ik denk dat ze dan... Dus eigenlijk is het een test of de mensheid dat kan worden. Maar we zitten al, dat is het optimistische van alles, in een wereld waarin de helft daarvan, de helft van die wereld, eigenlijk al heeft gezegd, gaan we niet doen. Dus dat zijn die BRICS-landen, dat is Rusland, dat is... Die kijken naar ons en denken, ja, maar als dat het duurzame One World is, dan gaan we niet aan meedoen. Nee, vond ik hoopgevend. De laatste tijd zag je in vooral Scandinavische landen dat transgender beweging werd afgeremd en doen ze niet meer mee. Ja, die operaties bij kinderen. Dat is verschrikkelijk, hè? Ja, dat is heel erg. Ik heb hier even daarna nog even iemand aan tafel gehad. En daarna moet ik er natuurlijk ook verder in verdiepen. Maar ik ken iemand die een zoon heeft die sinds zijn 13e niet meer weet of die een jongen of een meisje is. Mm. Ja. En die krijgt elke maand spuit in de vuur. En dat zijn hormoonremmers. Mm-hmm. En dat betekent, en op zijn 18e mag hij dan kiezen. Van zijn 13e tot 18e, hij krijgt geen baard in de keel, geen baardgroei, geen erectie, geen natte droom, geen seksuele gevoel. Ze worden gedeseksualiseerd. Gesteriliseerd. Eigenlijk worden ze chemisch gesteriliseerd. Ja. Overigens met middelen die off-label zijn, want ze zijn eigenlijk voor...
oude mannetjes met prostaatkanker, om de hormoonproductie. Ja, ik heb het ook wel eens uitgezocht wat ze dan precies toedienen. Ja. Dat is eigenlijk, wordt het gebruikt binnen de GGZ met name, dus voor mensen met seksuele stoornissen. Om dus inderdaad, wat jij beschrijft, die gevoelens... Een ernstige bijwerking is botontkalking. Botontkalking, ja. En dat is natuurlijk voor een kind van 80 niet zo heel erg meer. Nee. Maar voor een jongen van 13 is dat wel rampzalig. Ja, organen groeien niet goed meer, heb ik gelezen. Dus ook bijvoorbeeld de longen. Dus moet je voorstellen, maar dat lichaam is natuurlijk ook... Dat is niet alleen maar volwassenwording, maar het lichaam heeft die hormonen nodig om organen ook te maken die passen bij de man of de vrouw. Maar je bent dus ook niet een systeem. Je bent bent niet een systeem met een penis of met borsten. Je bent niet een auto met een motorkap. Nee, zeg maar. Nee. Je bent een mens. Ja. En een mens met die dan de materie nodig heeft om zich te kunnen voorbewegen, maar die eigenlijk voornamelijk geestelijk, spiritueel is, denk ik. Dat wordt daarmee volledig ontkend. Ja. Klopt. Het wordt gereduceerd tot inderdaad dat jezelf als een bouwpakket zien. En kinderen die dan bij een aantal ziekenhuizen in Nederland dat kunnen doen. 2600 in Nederland. Ja. 2600 kinderen krijgen deze medicijnen toegediend. Ja. Nee, die artsen. Ik heb er wel eens direct contact gezocht met deze mensen. Dus gewoon het Radboud bijvoorbeeld in Nijmegen heeft een hele grote genderpoly. En ik zeg, wat er op jullie website staat, is niet waar. Dus het is volledig omkeerbaar. Die puberteitsremmers, je kunt later kiezen vanaf 11. Onzin. Het is niet zo. Want wat is omkeerbaar dan precies? Hè? De beslissing. Hè? De beslissing kan dan nu voel ik me toch maar het meisje wat ik dan was. Maar ondertussen heb je dus geen goed ontwikkelde eierstokken. Je bent je lengte ook, hè? Dus gewoon je normale groei is. Je bent mismaakt. Er zijn heel veel andere problemen die kunnen ontstaan. En daar heb je het nog niet eens over. Dus de echte transities die ze ook bij kinderen willen doen. Ja, dat wordt wel heel plastisch. Maar dan kun je dus een geslacht laten maken van je onderarm, bijvoorbeeld. Ja, ik heb er wel eens beelden van gezien. Je weet niet wat je ziet. Want het is namelijk, het is werkelijk misdadig wat ze dan doen. Ja. Want je hebt dan een penis, hè, als jongen, waar je die niet kan gebruiken. Nee. Dus het is allemaal de fantasie creëren. Maar het idee dus dat we machines zijn, die programmeerbaar zijn en die te repareren zijn. Maar ze testen dus eigenlijk op kwetsbare mensen. Ja. Ja, want als ze zo geloven, hè, dat we allemaal zo maakbaar zijn, al die mensen met hun praatgroepjes en bij de WEF en de Davos. En dat is allemaal de gelijkheid en mensen. Zelf doen ze het allemaal niet, hè? De sprinkhanen eten enzovoort. Dat denk ik. Ze testen het allemaal op de kwetsbare kinderen. Dus ja. met mentale problemen die hier natuurlijk voor vallen. Hè? Dat is wat je ziet. In Amerika is het echt een epidemie aan het worden. Ja. Vooral bij meisjes. Dat voelt contra-intuïtief misschien. Maar vooral meisjes gaan dus nu in die transities heel erg mee. Omdat daar veel meer groepsdruk is natuurlijk. Ja, mijn vriendinnetjes doen het ook. Laat ik het ook maar doen. Ze leren het op TikTok en ze op leren dat soort dingen. De influencers die we natuurlijk overal zien. Er zijn kinderen die hebben een intensieve liefdesrelatie met een robot. Met een chatbox. Echt, ik ken het. Oh ja. Ja, die bespreken daar alles mee. Die krijgen daar antwoorden. En die robot die kent ze ook. Oh ja, dat heb ik pas gezien. Ja, klopt. Dat is echt onvoorstelbaar. Ja, ja, klopt. En als je dan vraagt zo van waar is een kliniek en dan krijg je een adres of zo. Van... Ja, weet je, naar mijn mening wat er mist in heel die robotisering en die automatisering en dat mensbeeld is eigenlijk één woord en dat is liefde. Hè? Ik bedoel, dat verdwijnt eruit. Dat zit er niet in. Een robot kan wel zeggen, ik heb je lief. Maar ik kan het niet. Ja, het zit er niet in. De God spark. Of de, yeah. Het is de goddelijke God is liefde. Vonk. God is liefde. De goddelijke vonk die niet zit in geautomatiseerde tekst. Ja. En zodra je God ontkent en dus de liefde daarmee ontkent. En liefde of materialiseert of erotiseert. Dan ben je in feite God kwijt. Want dan ben je die spirituele kant kwijt.
die God, naar mijn mening, is. Mm-hmm. Dat is maar één definitie van God in de Bijbel, en dat is God is liefde. Ja, ik heb ook wel eens gezegd van, tegen Jan Bennink in een uitzending, denk ik nu weer hoor, maar van, wat ze gek genoeg als bijvangst hier hebben met wat ze nu doen allemaal, hè, dat transhumanisme en dat materialisme en de mens die zichzelf kan creëren met een fantasie, is dat we, dat zij ook, hè, de mensen die dit aanjagen, zeg maar, gaan merken dat wat ze, het enige wat ze gaan bewijzen hiermee, is dat God bestaat. Maar dat is natuurlijk juist wat ze niet willen. Nee. Maar dat want zij zitten achter de knoppen hiervan. Ze gaan bewijzen dat er een God nodig is. Maar wat we gaan zien, denk ik, dat geloof ik echt, is dat we dus door dit gedrag, waar we allemaal voor een deel aan meedoen, is, hè, waardoor je gaat voelen dat die ruimte, die wordt verwaarloosd, dat daar God dus is. Ja. Want ze moeten zo hard werken om ons weg te houden van die liefde en die connecties met elkaar en die connecties met het hogere. Dat lelijkheid die daardoor ontstaat, zeg maar, hè, dus de duivels wat je dus eigenlijk te zien krijgt. Demonisch, ja. Ik weet niet of je daarmee eens bent hoor, maar in feite is de bijvangst dus het bewijs dat God bestaat, ofzo. Dat de ruimte die hij achterlaat, dus de ruimte die niet meer wordt opgevuld, zeg maar. Ja, of tenminste dat je hem nodig hebt. Ja, nee, precies, ja. Het bewijs dat hij bestaat, nou ja, goed, dat denk nou ik ja, wel. Nou ja, bewijs in de zin. Je hebt God nodig, anders kun je niet leven. Is dat eigenlijk ook niet wat Nietzsche in feite bedoelde, toen met zijn verhaal dat hij die markt op rent en zei, God is dood, God is dood, maar jullie hebben hem vermoord. Ja. En hij bedoelde daar in feite mee van, jullie hebben je eigen nieuwe goden gecreëerd, nu ben je jezelf tot God geworden en daarmee heb je een gedehumaniseerde maatschappij gemaakt. Dus volgens mij is dat de achtergrond van zijn verhaal, maar ik zal het nog eens een keer goed nakijken. Ja. En waar gaat God dan heen als dat gebeurt? Die trekt zich terug, die geeft zich aan jezelf over. God is in die zin niet autoritair dat hij je dwingt om te zijn wie je zijn moet. Nee. Maar die kijkt wat je gaat worden. Oh, sorry. Een wekker. Nou, het is wel mooi, hè? Het is wel leuk. Het is een leuke wekker, want ik denk dat we bijna een uur onderweg zijn. Dus, nee, dat is puur toeval. We mogen er wel mee stoppen. We zijn begonnen en we zijn weer bij God aangeland. Daar ben ik altijd weer blij mee. Ja, zeker met jou. Voor mij wil ik daar altijd weer bij terugkomen. Ja, wij praten daar graag samen over. Ja, en Jan Bennink roept altijd, lees elke dag Psalm 23. Dat vind ik eigenlijk ook heel mooi. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hey, maar Sietke, we hebben al een heleboel van deze dingen gehad, maar... In korte tijd. Ja, in korte tijd, zeer korte tijd. Maar wat gaan we daar tegenover stellen? Wat gaan we doen? Ja, de meest gestelde vraag, denk ik, bij heel veel mensen. Wat is de oplossing? Wat zegt jouw moederhart? Ja, mijn moederhart. Ja, mijn mensenhart, mijn moederhart. Ja. Ik zou, dat klinkt heel plat misschien, maar je moet eigenlijk doen wat ze niet willen dat je doet. Dus wat wordt gezegd, hè, over jezelf vinden. Ja, daar ben ik het op zich wel mee eens. Maar dus niet op het oppervlakkige. In het oppervlakkige. Niet in hoe je je presenteert aan de wereld. Maar in hoe jij aandacht geeft aan dingen. Dus welke aan mooie dingen dan bij voorkeur. Dus kennis blijven vergaren, wijsheid proberen te zoeken. Liefde inderdaad. Uitdelen ook. Uitdelen, ja. Wat ik het mooie vind uit de Bijbel is van Jezus zegt, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Mm. Maar wie zijn leven zal willen verliezen, zal willen weggeven, die zal het juist behouden. Dus als je jezelf wil delen met de ander, dan, daar bedoelt hij natuurlijk liefde mee en opoffering en moed en trouw. En, nou hebben we het wel over een paar hele ouderwetse woorden. Ja. Daar zit het denk ik. Durven we nog trouw te zijn, lief te hebben, moed te hebben, ons over te geven. Mm-hmm. Ja, en het daarin, en dus ook de oplossing daar al in zien. Ja. Dus zonder het resultaat. Want ik denk dat het resultaat misschien nog wel even gaat duren. Het resultaat is een weg. En misschien is het, precies, en misschien is het resultaat ook wel gewoon dat je het doet. Of zo. Ja, dat is wel hoe ik het zie. Dus het doen is het doel of zo. Ja.
We hebben het in we hebben het in bakje met de Bijbel er wel eens over gehad. Dat ik echt sterk geloof in de komst van de Messias. Ja. Dat komt net terug uit Israël, daar verwachten ze ook. Oh ja, elke dag, elke moment. Het lijkt me heerlijk. Ja, ik ben daar zelf wat. Ik geloof het ook, maar ik vind het zo groot dat ik het niet. Ja, ik weet niet. Je ogen glinsteren erbij. Ja, dat zou mooi zijn, maar. Het is zo, misschien omdat ik het te lange tijd heb gezien als een soort van. Een beetje een fantastisch verhaal. Het is ook een fantastisch verhaal. Ja. Echt. Maar we weten het niet. We moeten sowieso heel veel geduld hebben. We weten het misschien niet, maar ik geloof het in ieder geval wel. Ja, voor zover jij dat nog niet helemaal kan, doe ik dan het blijf, ook even dan bij blijf ik bij jou een beetje in de buurt. Ja, doe maar. Ja, nou, dan moet je niet gaan verhuizen natuurlijk. Maar goed, bij Jan Wenning kan je ook aardig terecht. Ja, zeker. Hey, ik dank je hartelijk voor dit gesprek. Dank je wel. Vond het heel erg fijn. We zijn best hier en daar heen en weer gesprongen, maar ook wel heel, heel diep gegaan. Mm. En toch met een hoopgevende oplossing. Ik wens je veel sterkte, zegen op je nieuwe plek. Dank je wel. We gaan elkaar weer zien. Zeker, absoluut. U dank u wel voor het kijken. Als u het ook een mooi gesprek vond en meer van dit soort gesprekken zou willen zien, dan zou ik zeggen, like het eventjes hieronder. Deel deze YouTube met vriend en vijand als u die hebt. Laat zoveel mogelijk horen. Dank u wel.